Welkom bij de Nieuwe Wereld. Mijn naam is Marlies Dekkers en mijn gast vandaag is Matthias de Smet. Welkom Matthias. Dankjewel Marlies. Al vaak hier geweest, maar Nu is die er, het boek. Ja, inderdaad. Inderdaad. De psychologie van het totalitarisme. Ja, inderdaad. Dat is de titel. Dat is de titel. Ja. Ik heb het gelezen, zoals je kan zien. Ja, ik zie het. Het is het meest doorlezene exemplaar dat ik al gezien heb tot nu toe. Ja, nou, ik hele grote, dikke complimenten. Ik vind het de meeste werk. Dank u wel. We gaan er meerdere afleveringen over maken, hebben we besloten. Want het is zo allesomvattend. Je hebt het onderverdeeld in meerdere hoofdstukken. Ja. 1, 2, 3. En we gaan... Drie delen en 11 hoofdstukken. Ja. Drie delen. Dus deel 1, wetenschap en haar psychologische effecten. Ja. 2 is massavorming en totalitarisme. Voorbij het mechanistische wereldbeeld. Nou, we hebben al een paar hoofdstukken, zeg maar, hebben wij gewoon aparte afleveringen aangewijd. Mm-hmm. Maar alles komt zo ontzettend mooi samen. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, dat was ook de bedoeling van het schrijven van dit boek. Ja. Ik had het gevoel dat er een aantal onderwerpen zijn die ik in relatief kort tijdsbestek in podcasts en interviews kon bespreken. Zoals puur het fenomeen massavorming op zich bijvoorbeeld. Of zoals het probleem van het overvloedige gebruik van cijfers om alle soorten zaken te beschrijven. En nog een aantal andere zaken ook. Maar ik had het gevoel dat ik echt ook de grotere samenhang wilde presenteren. De grotere samenhang tussen enerzijds de problemen die zich op dit moment in onze cultuur stellen en die dreigen te leiden tot de opkomst van een nieuw technocratisch totalitarisme. Iets dat eigenlijk al aangekondigd werd door Hannah Arendt in 1951, waar ze waarschuwde dat na de val van het nazisme en het stalinisme er een nieuw soort totalitarisme zou oprijzen. Een totalitarisme dat niet meer geleid werd door sappige bendeleiders, genre Stalin en Hitler, maar wel door saaie bureaucraten en technocraten. Dus ik had het gevoel dat ik de veel ruimere samenhang tussen wat er op dit moment aan het gebeuren is en ook wat er op dit moment aan het gebeuren is en een veel breder historisch proces, historisch-psychologisch proces, niet kon uitleggen in het format van een podcast, een interview of een artikel. En het was daarom vooral dat ik besloten heb om er een boek over te schrijven. Ja. Nou, ik herkende wel dat je dingen eruit die je dan wel net in één zin benoemde. Hè? Dus wat ik daarna ook nog wel terugdacht van wat voor wereld zit daarachter. En in dit boek beschrijf je eigenlijk de hele wereld erachter. Inderdaad, ja. In je introductie zeg je ook dat je eigenlijk al jaren bezig was met het maken van aantekeningen. Ja. Misschien toch ook even goed te duiden hoe voor jou zelf die aanloop hier naartoe is gegaan. Vanaf 2017, dacht ik, wist ik dat ik aan de universiteit het vak cultuur- en maatschappijkritiek zou beginnen geven, dit jaar, in 2022. En ik interesseerde mij al langer voor het fenomeen totalitarisme. En ik beschouwde dat fenomeen, het fenomeen van de totalitaire staat, wat helemaal niet hetzelfde is als een klassieke dictatuur bijvoorbeeld. Ik beschouwde dat fenomeen van de totalitaire staat eigenlijk als het symptoom bij uitstek van de verlichtingstraditie. Dus van onze westerse traditie die gelooft dat we met de ratio op een logische manier de wereld kunnen begrijpen, sturen, manipuleren, omvormen op zo'n manier dat de mens, dat de menselijke tekorten veel minder schrijnend aanwezig zijn. Of eventueel zelfs volledig verdwijnen. En dat de mens van lijden en dood verlost raakt. Ik beschouwde totalitarisme als het symptoom bij uitstek van de verlichtingstraditie. En eigenlijk, à la limite, als het gevolg
van de mechanistisch-wetenschappelijke ideologie. En waarmee ik niet zeg de wetenschap zelf, want dat is iets volledig verschillend. En dat wordt eigenlijk in hoofdstuk 1 grondig uitgelegd, dat wetenschap als methode om tot kennis te komen in veel opzichten radicaal tegengesteld is aan wetenschap als ideologie. Wetenschap als methode om tot kennis te komen vertrekt eigenlijk vanuit een maximale openheid van geest. Een maximaal opzij zetten van alle vooroordelen, overtuigingen en dogma's. En van zodra wetenschap ideologie wordt, wordt wetenschap zelf overtuiging, dogma en vooroordeel. Dat proces, de kanteling van een wetenschap als een frisse methode om met open geest naar de dingen te luisteren, naar de dingen te kijken, naar wetenschap als dogma, overtuiging en ideologie, wordt beschreven in hoofdstuk 1. En dat, die kanteling is op zich ervoor verantwoordelijk dat onder invloed van die wetenschappelijke ideologie, van die wetenschappelijke dogma's, er in eerste instantie een nieuw soort maatschappelijke groep oprees en sterk aan intensiteit won, dat is de massa, en in tweede instantie dat er op basis van die massa een nieuw soort staatsvorm ontstond in de 20e eeuw. En dat is iets dat we vaak over het hoofd zien, totalitarisme bestond niet voor de 20e eeuw. Het was een radicaal nieuw fenomeen. En dat is eigenlijk een van de vragen waaruit ik vertrok toen der tijd, in 2017. Namelijk, hoe komt het dat we in het begin van de 20e eeuw die nieuwe staatsvorm zagen oprijzen? En hoe komt het, bij uitbreiding, dat die staatsvorm, die gebaseerd is op massavorming, zo sterk... En dat die massavorming, die onderliggend is aan de staatsvorm, zo sterk aan intensiteit gewonnen heeft doorheen de laatste 3-4 eeuwen. Dat waren eigenlijk de vragen waaruit ik vertrok. Naast nog een aantal andere, zoals bijvoorbeeld, wat is het verschil nu eigenlijk tussen een totalitair systeem en een klassieke dictatuur? Dat waren de grote vragen die ik mij vanaf 2017 begon te stellen. En die mij er uiteindelijk toe geleid hebben om dit boek te schrijven. De aanleiding was de coronacrisis. Dus de aanleiding, door de coronacrisis is het boek in een stroomversnelling terechtgekomen. Maar ik was al veel langer bezig met het thema op zich. Ja. Ja. Dat was allemaal de aanleiding. Ja. Dan gaan we nu even echt het boek in. Michel Foucault, die zegt waarheid spreken. Ja. Heel mooi woord ook, hè? Waarheid spreken. Mm. Kan je daar wat over toelichten, hoe je dat ziet ook in het kader van de verlichting? Ja. Michel Foucault onderscheidde 4 vormen van waarheid spreken. De profetie, de wijsheid, de technie en wat hij Parisia noemde, het vrijmoedige spreken. En vooral dat laatste zei hij, en hij volgde daarin eigenlijk vooral de klassieke Griekse cultuur, is cruciaal om een maatschappij leefbaar te houden. En waaruit bestaat dat vrijmoedige spreken? Dat bestaat uit een vorm van spreken die het dominante discours op het juiste moment doorbreekt. In de context van de verlichting zou je het volgende kunnen zeggen. De verlichting is gestart in een maatschappelijk klimaat waarin het religieuze discours dominant was. En dat religieuze discours, dat dominante discours, dat dogmatische, geïnstitutionaliseerde religieuze discours, werd doorbroken door een fris, nieuw discours, het wetenschappelijke discours. Van, wat een opluchting was dat. Ja, inderdaad. Van Galileo Galilei, van Copernicus enzovoort enzovoort. In wezen kwam het erop neer dat er mensen waren die zegden, of die tabula rasa maakten van alle vooroordelen en alle dogma's. En die probeerden om met een onbevangen blik naar de wereld te kijken. En niet zozeer met vanuit de vooroordelen die ze vanuit het dominante discours opgedrongen werden. En dat leidde eigenlijk op korte termijn tot een enorm succes. Een heel aantal fenomenen, zoals de bewegingen van slingers, de bewegingen van hemellichamen, de
de elementaire wetten van de mechanica werden ontdekt en geformuleerd. En van daaruit ontstond er een voorheen ongekend vermogen om de wereld een stuk te manipuleren naar de hand van de mens te zetten. Dus aanvankelijk een fris, nieuw discours dat met open geest een alternatief bood voor het dominante discours van de religie. Op korte tijd, onder invloed van zijn succes, werd de wetenschap zelf het dominante discours. Dan zitten we wel een tijdje verder, toch? Dan zitten we al een tijdje verder, een paar eeuwen verder. Ja. Dat was eigenlijk twee eeuwen verder. Ja. En dan gebeurt er iets typisch. Als een discours, een bepaald verhaal, laat ons zeggen, een bepaalde ideologie, een bepaalde visie op de wereld, als een discours dominant wordt, als het met andere woorden geloofd wordt door de grootste groep in de maatschappij, of door een grote groep, wordt het begrijpelijkerwijs het middel bij uitstek om succes te halen in de maatschappij, om de grootste groep mensen mee te sturen, mee te manipuleren, enzovoort enzovoort. Dus in plaats van een vorm van waarheid spreken van een minderheid, verwerd wetenschap tot een dominant discours dat gebruikt werd om reclame mee te maken. Onze zeep, onderzoek toont dat onze zeep het witst was. Om sociaal succes mee te halen, om mensen mee te stigmatiseren, mensen mee uit te sluiten, enzovoort enzovoort. Dat is een typische beweging. Elk discours dat dominant wordt, gaat quasi altijd zijn kwaliteiten van waarheid spreken verliezen onderweg. Logisch, omdat het gewoon het middel bij uitstek wordt om mee te sturen, te manipuleren, te bedriegen, enzovoort enzovoort. Dat is ook ooit met religie gebeurd. Religie was ook ooit een fris, nieuw weten dat de maatschappij op een zeer vruchtbare manier hervormde en de mens in een zeer vruchtbare andere oriëntatie stuurde. Maar onder invloed van de institutionalisering en het dominant worden van het discours, verwerd het op de duur ook tot een discours dat eigenlijk dogmatisch van aard was. En dat in veel opzichten ook geen vorm van waarheidsspreken meer was. Dus ik denk dat die beweging is nu ongeveer op zijn maximum gekomen met betrekking tot het wetenschappelijke discours. Dus aanvankelijk fris waarheid spreken door een minderheid, nu het dominant discours dat absoluut gebruikt wordt, dat ten eerste maar weinig waarheidsgehalte meer in zich draagt. In de zogenaamde replicatiecrisis in de wetenschappen die in 2005 losbarstte, is gebleken dat een onthutsend hoog percentage van de academische papers van het academisch onderzoek ofwel foutief, gewoon foutief is, ofwel een geforceerde besluitvorming vertoont, ofwel zelfs radicaal gefraudeerd is. In sommige wetenschapsdomeinen, zoals de medische wetenschappen, bedraagt dat percentage naar schatting 85%, zeer hoog. Vind jij niet dat er nu eigenlijk nog in toegevoegd is de afgelopen jaar censureren? Ja, inderdaad. Dus, dat is ook dus eigenlijk is dat nog een volgende stap. En jij zelf bent ook nog weer door... Je zit op Wikipedia, is massavorming er weer afgehaald. Ja, inderdaad. Ja. Dus volgens mij is het ook het zwijgen opleggen nog een soort het laatste deel van deze beweging. Het vanuit het dominante discours gebeuren er altijd verschillende vormen van censuur. En nu bereikt dat inderdaad op een alleszins voorlopig hoogtepunt. Inderdaad, de theorie over massavorming is voorlopig, minstens voorlopig, niet meer zichtbaar op Wikipedia. Daar werd naar mij verwezen, of dat artikel was grotendeels op mijn bijdrage gebaseerd. En ze is inderdaad offline gehaald. Zoals heel veel dingen. Dus zoals heel veel dingen. Het begin bij waarheid spreken. Ja. Ja, inderdaad. En het eindigt dus nu waar we nu mee te maken hebben. Het begint bij een vorm van waarheid spreken die zelf gecensureerd wordt. En het eindigt bij in een dominante retoriek die zelf censureert. Ja. Dat is inderdaad de weg die afgelegd wordt en die nu inderdaad tot een hoogtepunt met de coronacrisis naar een nieuw hoogtepunt is gekomen, denk ik ook. Ja. Ja.
Maar als we dat ten diepste willen begrijpen, dan komen er ook heel veel psychologische aspecten. Ja. Dat is jouw vakgebied. Daarover gaat het boek eigenlijk. Ja, daar gaat het boek en dat is ook jouw vakgebied. Ja. Dus ik vind het ook weer wel mooi dat je eigenlijk dat we in een gezondheidscrisis zitten. Mm. En ons helemaal richten op de virologen, zeg maar. Mm. Maar dat het eigenlijk een totaal psychologisch spel is waar we... Een soort flipperkast waar we in zitten. En dat is natuurlijk echt jouw vakgebied. Ja. Waarin je ons daarin helemaal meeneemt. Ja. Wat nu momenteel veel ook op social media rondgaat. Jij citeert het ook. Ik ben het grondig oneens met wat je zegt. Maar ik zou mijn leven geven voor het recht... voor jouw recht om het te kunnen zeggen. Van Hall Evelyn Beatrice. Ja, van, inderdaad. Dus dat is nu een veel aangehaalde quote. Mm. Ja, inderdaad, maar dat psychologische proces is volgens mij de essentie van de zaak, als het op totalitarisme aankomt. Maar toch heel even, Matthias, we zitten in een gezondheidscrisis en jij, voor jou is dit gewoon bijna één op één. Ja, dat is een symptoom. Die gezondheidscrisis en gans het verhaal daar rond is een symptoom van het werkelijke probleem. En dat werkelijke probleem, dat valt te situeren op het niveau van de psychologische effecten van dat wetenschappelijke mens- en wereldbeeld. En als je kijkt doorheen de traditie van de verlichting, laat ons zeggen pakweg de laatste 4-5 eeuwen, zie je dat er zich een aantal typische psychologische effecten steeds sterker manifesteren in de bevolking. Onder andere, een van de merkwaardigste en het meest centrale, is dat er naar gelang de verlichtingstraditie voortschrijdt, een steeds groter aantal mensen zich geïsoleerd voelt. Afgesneden van de medemens en de natuur. Dat Hannah Arendt noemt dat het geatomiseerd zijn van de mens. Dus de mens die niet langer resoneert met de medemens en met de natuur rondom hem. Dat op zich... Ik heb me lang afgevraagd, hoe komt het dat er steeds meer geïsoleerde mensen, steeds meer mensen zich sociaal geïsoleerd voelen in onze maatschappij? Iets wat trouwens tot een hoogtepunt gekomen was vlak voor de coronacrisis. En waar je percentages kreeg van 50% van de wereldbevolking die aangaf van geen enkel echt betekenisvol contact te hebben met een ander. En van zich enkel nog te connecteren met de ander via technologie, via internet. Onthutsend. Een onthutsend percentage. Ja, Matthias, ik weet dat je dat toen ook zei. Volgens mij in ons eerste gesprek. En nu ik het boek heb gelezen, begrijp ik het zoveel beter. Dus kunnen we daar toch op ingaan? Omdat, dat is een soort abstractie. Mensen voelen zich geïsoleerd. Denk jij natuurlijk dat je bij die andere 50% hoort, weet je. Maar jij bouwt het op echt vanaf dat we... bij de opkomst van elektriciteit, dat je al doorgeknipt ben, zeg maar, met de dag- en nachtritme. Hmm. Dat het eigenlijk met dat soort dingen al begint. Ja, inderdaad. En dus zo bouw je dat het uurwerk, het feit dat je op de klok kijkt en niet meer met de cycli gewoon, weet je, of met een soort natuurlijke intuïtie. Het kompas, dat ons vervreemdt, zeg maar, van de sterren. Ja. Met de industriële revolutie, zeg maar, hè? Dat we dus steeds meer zijn gaan specialiseren en een soort zelf ook halve robots geworden. Het afsnijden van constant radio en tv, waardoor we eigenlijk sociale contacten steeds verder zijn gaan minimaliseren en naar binnen zijn getrokken. Dus je noemt een hele waslijst op waarbij ik dacht, wow. Ja, inderdaad. Dat bedoel jij met die zin? Ja, inderdaad, met dat isolement. Dat bedoel jij met die zin voor de corona? Tuurlijk. Ja, maar dat is zo groot wat jij daar beschrijft. Ja. Dus zou je dat toch even ons echt in mee kunnen nemen? Omdat anders lijkt het zo een soort lichte zin. Maar hij gaat... Ja. Het is eigenlijk een zo'n... Ja, op één stapeling van zoveel factoren, waardoor dat is gebeurd, waardoor we zo gedisconnect zijn gekomen van onze natuurlijke omgeving. Ja, inderdaad. En het meest kenmerkende is dat die disconnectie heel ongemerkt tot stand komt. Dat is het. Inderdaad, op het eerste gezicht zou je zeggen, het beginnen dragen van een polsuurwerk. Op welke manier zou je dat nu disconnecteren van de wereld? Ja, maar natuurlijk. Hè? Dus, en nog het andere. Ik denk, en heel veel mensen zijn
zijn ja, gebiologeerd door het feit dat er een uurwerk is. Ja. He, dus het betovert. Ja, ja, inderdaad. Ja. Dus ja. Alles wat het zeg maar oplost van ja. Het natuurlijke betovert enorm. Ja, ja, inderdaad. Het brengt een soort gemak op korte termijn. En het maar daar tegenover staat een enorme tol op langere termijn. Je ziet het op veel vlakken. Het uurwerk inderdaad. Vroeger moest de mens constant de natuur aftasten. Hoe hoog staat de zon nu? We hadden afgesproken als de zon hoog aan de hemel staat. We zouden gaan slapen als de zon onderging. De mens moest voortdurend connecteren met zijn omgeving. Door het uurwerk viel die voortdurende connectie weg. Dat uurwerk is een klein voorbeeld, maar ik ga je nog een ander voorbeeld geven. Dus een paar maanden geleden reed ik van hier, na de Oudejaarsavond-uitzending, naar een vakantiehuisje in de Ardennen. Dus het was toen... Al laat, ja. En toen ik in de auto zat, dacht ik plots dat ik het navigatiesysteem gerust kon afzetten. Omdat ik de weg ken. En dus de GPS stond gewoon op, maar ik dacht, die hinderlijke stem op de achtergrond, ik ga gewoon de GPS afzetten en ik weet toch de weg. En het viel mij op dat ik onmiddellijk terug begon te connecteren met de omgeving rondom mij. Door de navigatie niet meer te kunnen volgen, begon ik onmiddellijk te kijken, wacht, ben ik nu al langs dat bos gepasseerd of niet? Dat dorpje, waar lag dat nu weer? Ik probeerde mij een mentaal beeld te vormen van de kaart in de streek tussen Brussel en Namen. Dus onmiddellijk, van zodra je technologie uitschakelt, tast je de wereld weer af. Leg je een mentale kaart aan van de wereld. Connecteer je weer met de wereld. Probeer je de wereld weer te lezen in plaats van het scherm van je technologisch toestel. Dat is ook een klein voorbeeld. Maar van hoe een GPS een onvermoed, gigantisch mentaal effect heeft. Je ervaringswereld, mocht je puur kijken op het niveau van de voorstellingen die je ervaringswereld uitmaken, dan zou je zien dat het afzetten van een GPS een radicaal verschil maakt. Die ervaringswereld is volledig anders. In het geval de GPS opstaat, totaal gedisconnecteerd van de wereld rondom u, van zodra de GPS afstaat, terug geconnecteerd met de GPS rondom u. Dat voorbeeld staat niet in het boek. Er staan veel andere voorbeelden. Nee, maar er zijn er talloze te geven. Er zijn er talloze. Ja. En om dit voorbeeld te volgen, is... Kijk, jij schetst het van dat je je weer connecteert met de wereld. Dat is omdat je de weg weet. Hmm. Maar als je de weg dus niet weet, ja, dan word je teruggeworpen in verdwaling, verdwazing, ja, in angst. Hmm. Ik weet nog wel, toen de GPS er nog niet was, hadden we van die AWB-boeken. Ja, ja, ja. Hoe vaak ik wel niet een soort totale paniekflash had van waar ben ik? Ik gedesoriënteerd. En het feit dat we dus inderdaad de zon niet meer kunnen uitlezen. Geen idee van oost, west, noord. En dat je dus die skills totaal niet meer ontwikkeld hebt. Mijn vader, die heeft dat dus extreem goed ontwikkeld. Die is een soort GPS gewoon in zijn hoofd, zeg maar. En ik heb altijd al heel snel gevoeld, nou, dat heb ik dus niet, hoef ook niet, onhandig. Ik heb lekker dat ding. Maar inderdaad, dat doet dus op dieper niveau, en dat is ook jouw punt, dat je dus op onbewust niveau of op heel veel lagen realiseren wij ons dat we dus eigenlijk een bijna, ja, infantiel zijn of zo. We kunnen geen dier meer slachten. Ja. We kunnen niet meer zorgen voor het eten. We weten niet meer hoe we de weg moeten vinden. We kunnen zoveel dingen niet meer zelf. Nee, we worden overgenomen steeds meer door een abstracte ander die veraf is. En zo, zonder dat we het merken, glijdt ook de greep van onszelf op ons leven stukje bij beetje uit onze handen. En word je inderdaad een geïsoleerd individu, een geïsoleerd subject, dat gedisconnecteerd is en dat, merkwaardig genoeg, dat is het cruciale in de context van de ruimere lijn van het boek, het is dat geatomiseerde subject dat niet meer verbonden is met zijn omgeving, dat het elementaire bestanddeel vormt van de massa en daarmee ook van de totalitaire staat. Op langere termijn, zie je dat. Naar gelang het aantal geatomiseerde individuen stijgt, het aantal mensen dat zich radicaal geïsoleerd voelt, wordt de maatschappij gevoeliger voor grootschalige massavorming. Dus die
Al die... Die samenhorigheid, die cohesie gaat er dan uit. In eerste instantie. Eerst krijg je een isolement. En vreemd genoeg, al die afzonderlijke, sociaal geïsoleerde individuen hebben om een of andere reden, bijna als een chemisch proces, klitten ze plots weer samen. In een nieuw soort groep. Een nieuw soort groep, dat wordt eigenlijk in deel 2 pas beschreven. Hè. Maar een nieuw soort groep waarin er geen banden zijn tussen de individuen onderling. Dus die banden tussen de individuen worden eigenlijk niet hersteld. Maar er wordt plots een nieuw soort band aangereikt, namelijk de band tussen een individu en het collectief. Dus het oprijzen van de massa wordt gekenmerkt door een overdreven, geëscalteerd gevoel van solidariteit en burgerzin. En terzelfde tijd verdwijnt, sterft de band tussen de individuen steeds verder af. Dat is het kenmerk. En ja. Daarvan, vandaar de extreem paranoïde atmosfeer die er in totalitaire staten is. Dus er gaan twee dingen samen in een totalitair systeem. Dat is een absolute verheerlijking van het collectief en van de solidariteit. En terzelfde tijd een absolute verwording en afsterving van de band tussen de individuen onderling. Ja, dat laatste gaan we nu eerst proberen te duiden. Van hoe zijn we daar nou gekomen? Ja, inderdaad. Hoe komen we tot dat punt? Hoe komen we op dat punt? Ja. Ja. Want ik bedoel, het wordt anders zo abstract. Maar dat, nou, weer terug naar de verlichting. Ja, ja. Dat we die openheid wierp vruchten had. Openheid van geest. Ja. Getrouw volgen van de reden tegen welke prijs ook leverde de meest sublieme inzichten op. Ook, dus even toch terug naar de verwondering die we natuurlijk hadden, eeuwenlang. Van dat we, we konden in één keer in het lichaam snijden. We konden de stoomtrein, heel veel uitvindingen. Die verwondering en verbazing die we ook bij het uurwerk hadden. Beschrijf jij eigenlijk van, daar zijn we op een gegeven moment gewoon echt in, dat is een geloof geworden. Ja. Dat is een religie geworden. Ja, inderdaad. Inderdaad. Het is op zich een overtuiging geworden. Hè. Men eigenlijk in de wetenschappen, het dominante mens- en wereldbeeld in de wetenschappen was sowieso het mechanistische mens- en wereldbeeld. Het geloof. Dat de mens een machine is die gegrepen is in de veel ruimere machine van het universum. En dat mens- en wereldbeeld op zich is een soort fanatieke ideologie en overtuiging geworden. In die mate dat wie er niet in meeging, wie niet geloofde dat de wereld volledig te begrijpen viel als een materieel, mechanistisch systeem, een systeem waarbij je kleine elementaire deeltjes hebt, atomen, moleculen, die volgens de wetten van de mechanica op elkaar inwerken. Wie daar niet in meeging, wie niet geloofde dat alles in die termen te begrijpen was, werd verondersteld van niet rationeel te zijn, eigenlijk van half waanzinnig te zijn. En dus op dat punt waar wetenschap zich fanatiek begon te identificeren met het mechanistische mens- en wereldbeeld en het dominante discours werd wetenschap inderdaad een vorm van ideologie en fanatieke overtuiging. Ik zou zelfs in de hoofden was het nog iets een stap verder dan geloof. De mensen die door dat wereldbeeld gegrepen waren, dachten niet dat ze in iets geloofden. Ze waren overtuigd dat hun visie de enige juiste was, de enige die de feiten aan hun kant had. En vreemd genoeg zie je dat de wetenschappers die open van geest gebleven zijn en voor wie wetenschap geen ideologie en fanatieke overtuiging werd, eigenlijk de omgekeerde richting uitgingen. Ze starten vanuit een poging om de wereld te begrijpen als een machinaal gegeven, als een mechanistisch gegeven. En ze hebben allemaal, ik vermoed zonder uitzondering, besloten dat de wereld maar in een heel beperkte mate in mechanistische termen te vatten was, dat hij zelfs maar in heel beperkte mate logisch begrijpbaar is, en dat als je de wereld echt wil leren kennen, je ermee moet resoneren. René Thom, een van de grootste wiskundigen van de 20e eeuw, formuleerde het prachtig. Hij zei, dat deel van de wereld dat je mechanistisch kan begrijpen, is extreem beperkt. En als je de rest van de wereld wil leren kennen, moet je erin inleven en empathisch mee resoneren, zei hij. En hij zei, grote wetenschappers blonken niet zozeer uit door hun vermogen
om rationeel en logisch te denken. Ook, ze waren daar niet achterlijk in, maar ze blonken vooral uit, zei hij, in hun vermogen om zich in te leven in de zaken die ze bestudeerden. Als je je bijvoorbeeld afvraagt, waarom Galileo Galilei als eerste, toen hij in de Dom van Pisa zat en een kroonluchter zag weg en weer slingeren, begreep dat de slingerbeweging van de kroonluchter altijd precies even lang is, ongeacht of hij nu veruit slingert of minder ver, dan kan je die opmerkingsgave onmogelijk verklaren uit het feit dat Galileo Galilei een veel groter logisch denkvermogen had. Want wat hij observeerde was oersimpel. Het zat hem in het feit dat hij om een of andere reden plots zich inleefde in de kroonluchter, de ritmiek in zijn lichaam voelde en plots voeling kreeg met dat onwaarschijnlijke gegeven dat die slingerbeweging altijd even lang duurt. Dus dat is eigenlijk ik begin het boek met die verwijzing naar Galileo Galilei. Ja, ik vind het een heel mooi voorbeeld. Ja, het is een mythisch beginpunt geworden van de verlichting. Ja. En effectief, ik vind het zo verwonderlijk, zo verbluffend, dat de honderdduizenden ogen die voor Galileo Galilei een slinger hadden zien bewegen, het niet hadden gezien. Galileo zag het en op 30 jaar tijd, door die eenvoudige wetmatigheid te vatten, is de wereld volledig veranderd. Kon men de tijd meten in tijdseenheden naar believen, veranderde er van alles in de werkelijkheid. Bijna niet te geloven. En het mooiste van alles, dat vind ik nog het meest boeiende aan het gegeven, hoe geniaal die ontdekking van Galileo ook was. Ze was verkeerd. Ja. En toch had ze enorme effecten. Dus ze eigenlijk duurde de slingerbeweging niet precies even lang. Christian Huygens, die de eerste pendule bouwde, wist het al. Hè. Hij wist al van die slingerbewegingen zijn niet exact identiek. En het heeft geduurd tot de tweede helft van de 20e eeuw, voor men zag dat elke slinger via een uniek patroon afwijkt van die strikte wetmatigheid van Galileo Galilei. En het is in die afwijking, dat unieke patroon van afwijking, volstrekt uniek, geen enkele slinger is op dat punt identiek, in dat volstrekt unieke patroon van afwijkingen, dat de essentie van die specifieke slinger zit, dat datgene zit wat die slinger verschillend maakt van alle andere slingers. En dat is precies het besef dat de essentie van het leven niet op rationeel vlak ligt, maar in de unieke uniciteit, in de unieke afwijking van elk mens, van elk object, van de regels die hem bepalen. Het is die essentie, die uniekheid en die creativiteit van elk individu op zich die miskend wordt in totalitarisme. Totalitarisme, in essentie, is een poging om een rationeel model, een logica, glashard door te duwen in de maatschappij. Een bepaalde rassentheorie, een bepaalde historisch-materialistische theorie van het communisme. Een logica waarvan men zo fanatiek overtuigd is dat hij juist is, die men daarom glashard probeert op te leggen aan elk individu. En waarmee men de uniciteit en de creativiteit van elk individu radicaal probeert uit te wissen. Dat is de grondstroom van het totalitarisme. Maar dat komt ook omdat we het dan op een gegeven moment zijn gaan zien in dat technocratisch denken dat de mens ook een machine is. Ja. En daar kan je wat aan sleutelen. Ja, inderdaad. Daar besteed je ook vrij veel tijd aan. Van dat je denkt, ja, daar zit een default in de mechaniek. Mm. En op die manier, dan moet er dus iets bedacht worden. Of een pilletje, of er moet iets aan gesleuteld worden. Ja. Maar de mens lijkt het niet aan te kunnen dat hij teruggeworpen wordt op zijn mens zijn. Of op zijn unieke zijn. Mm. Misschien kan je daar ook nog wat over toelichten, ja, hoe jij daar de verdieping in hebt gezocht in je boek. Ja, inderdaad. Vrijheid is, we denken vaak dat vrijheid iets is dat de mens zonder limiet wil. We denken vaak dat elk mens wil vrij zijn. Maar eigenlijk is het niet waar. Eigenlijk is vrijheid een enorme opgave. Eigenlijk zoeken mensen constant naar anderen die richting geven aan hun leven. En we zien vaak dat als iemand een periode in
absolute vrijheid gedreven wordt, of als hij een periode in een toestand zit waar er geen enkele ander is die hem limieten oplegt, dat hij na verloop van tijd eigenlijk begint te smachten naar iemand die hem zegt hoe hij moet leven. Ik kan daar heel eenvoudige voorbeelden van geven. Ik heb een kameraad, die prof werd aan de universiteit. En die me op een bepaald moment opbelde en zei, ik ben gestopt aan de unief. En ik vroeg, waarom? Waarom ben je gestopt? Het verraste mij. Je had een gans leven gestreefd om prof te worden. En hij zei, als ik aan de universiteit toekwam, dan wist ik nooit precies wat ik moest doen. Ik moest onderzoek doen. En hij zei, nu werk ik in een bedrijf waar ik 's morgens toekom, waar men zegt, dit en dit staat er vandaag op het programma. En hij zei, 's avonds, als dit en dit afgewerkt is, ga ik naar huis en weet ik heb gedaan wat ik moet doen. Daar word ik rustig van. Daar word ik rustig van. Het is een illusie om te denken dat een mens zomaar naar vrijheid streeft. Vrijheid is zwaar om dragen. En je ziet meestal dat na een periode waarin de mens in een soort regelloosheid en stuurloosheid terechtkomt, een redelijk groot deel van de mensen begint te smachten naar iemand die richting en sturing heeft aan het leven. En dat is precies wat we zien met totalitarisme. Is eigenlijk dat het volgt op fases waarin de mens een soort ziek werd van zijn individualiteit en zijn vrijheid. Dat hij een fase waarin hij een bepaalde richtingsloosheid en stuurheidsloosheid ervaarde en vandaar begint te smachten naar iemand die hem zegt wat hij moet doen in het leven. Dus die absolute meester die oprijst in een totalitair systeem is eigenlijk een soort reactie op een onvermogen van de mens om een voorafgaande vrijheid te dragen. En ik denk dat er daar een enorm belangrijk iets zit. Het verlangen naar de meester. Het verlangen naar de meester is absoluut aanwezig in de mens. En ik denk dat er daar een enorm belangrijk iets zit. Ik weet zeker dat of dit systeem waar we nu in zitten totaal destructief gaat worden of niet, of de groep mensen die niet wil meegaan in dit technocratische systeem het al dan niet gaat overleven, al dan niet als groep gaat kunnen blijven bestaan, hangt volledig af van de vraag of we vanuit de correcte psychologische analyse gaan vertrekken. En een centraal element in die psychologische analyse is de verhouding tussen de zogenaamde elite en de massa. In een naïeve beschouwing, in een naar mijn ogen naïeve beschouwing, is de elite de schuld van alles. Is het de elite die haar macht probeert op te dringen aan de bevolking. In een brede, meer opengeestige beschouwing, een ruimere beschouwing, zie je dat er een, wat Hannah Arendt een diabolisch pact is tussen de elite en de bevolking. De elite zou nooit haar sturende technocratische systeem aan de bevolking kunnen opdringen als er in de bevolking geen absolute vraag daarnaar is. En dat samengaan, die synchroniciteit tussen aan de ene kant de elite en de massa, is typerend voor totalitarisme. Bij een klassieke dictatuur bijvoorbeeld heb je dat niet. Daar is er een elite, een dictatoriaal regime, dat zijn macht via fysieke agressie, of op zijn minst een dreiging met fysieke agressie, weet op te leggen aan een bevolking die er eigenlijk niet in mee wil gaan. Is dat wat we nu zien met Rusland en Oekraïne? Dat zou kunnen, ja. Dat is mogelijk. Ja. Maar de invloed van een dictatoriaal systeem is daardoor altijd eerder beperkt. Het dictatoriale systeem kan de publieke ruimte beheersen, het kan de politieke ruimte beheersen, en dat doet het ook, maar het beheerst zelden of nooit echt de privéruimte. In een totalitair systeem zit je met iets anders. Daar zit je een roep naar een hyperstrenge moraal. Vanuit het volk zelf? Vanuit het volk zelf. Dus je zit met een bevolking die dorst naar een strikte ideologie, naar een strikt regelsysteem dat hen zegt hoe ze moeten leven, naar een elite die alle soorten zaken gebiedt en verbiedt. En doordat die roep uit de bevolking zelf opkomt, wordt die bevolking een soort geheime politie. Hannah Arendt zegt, het grootste segment van de geheime politie in een totalitair systeem is altijd de bevolking zelf. En vandaar dat het totalitaire systeem een onwezenlijk veel grotere impact heeft op de privésfeer dan een dictatuur. Omdat er quasi in elk gezin, in elke familie, een aantal leden van de geheime politie zitten. Dat wil zeggen mensen die fanatiek in de ideologie geloven en die denken dat ze een heilige plicht vervullen als ze zelfs familieleden verklikken, overdragen bij de staat
een gevoel van heilige plicht dat simpelweg voorkomt uit het feit dat ze overtuigd zijn dat solidariteit met het collectief geschonden wordt als mensen niet meegaan in het systeem. Ja, dit is wat we natuurlijk allemaal hebben meegemaakt de afgelopen 2 jaar. Ja, ook we hebben vrienden, ja, binnen families. Ja, we hebben daar zeker een variant van meegemaakt, denk ik. Van inderdaad een soort fanatiek geloof in een soort logica die in veel opzichten absurd werd. Sommige mensen zagen het, anderen zagen het niet. Maar dat hoort er ook juist bij, begrijp ik. Dat hoort erbij. Ja, want het inderdaad is zo'n fanatiek geloof. Ja, 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 ja. Dus als je in dat gelooft, dan kan je het niet het andere kant zien. Nee, dat is het. Het installeert een enorme blindheid. Dat wordt eigenlijk uitgedacht in deel 2. Dat is het meest fenomenale aspect van totalitarisme. Dat er een onwaarschijnlijke blindheid ontstaat bij een groot deel van de bevolking. Zowel bij de leiders als bij de massa zelf. Dus die wordt bijvoorbeeld geïllustreerd in de Sovjet-Unie door de manier waarop de kopstukken, als ze vals beschuldigd werden van verraad door Stalin, heel gewillig hun veroordeling aanvaarden, soms tot de dood toe gefolterd werden, de doodstraf kregen, en waarbij die kopstukken quasi zonder uitzondering dat lot heel gewillig onderhingen en stelden dat als dit een offer was dat ze moesten brengen ten dienste van de communistische partij, dat ze dat dan graag deden. In Nazi-Duitsland hetzelfde. De onbevattelijke, onwezenlijke blindheid van mensen als Eichmann, een van de architecten van de Holocaust, en ook bij een groot deel van de bevolking, is nog altijd, als je het nu bekijkt, en als je bijvoorbeeld de brieven leest die Eichmann schreef aan de rabbies in de grote Europese steden, onbevattelijk. Eichmann schreef zo'n zaken als ik kan begrijpen dat je niet zo enthousiast bent over mijn project, dus de Holocaust, als ons. Maar ik vind wel dat we op jullie medewerking mogen rekenen. Onwezenlijk. Ja. Onbegrijpbaar. Maar Eichmann was overtuigd, samen met vele andere nazi-kopstukken, dat ze het allerbeste gedaan hadden voor iedereen. En dat er echt, ja, dat het nu eenmaal zo was, dat er geen andere oplossing was dan delen van de bevolking of bepaalde bevolkingsgroepen vernietigen. Dus die blindheid is zo fenomenaal. Ook bij de slachtoffers van het systeem, onder het communisme, onder het nazisme, de manier waarop slachtoffers van het systeem niet lijken te voelen hoe ze naar hun absolute zelfdestructie op weg zijn, is het psychologisch gezien een van de moeilijkste verklaren zaken. Maar je kan het perfect begrijpen. Ja, je kan het perfect begrijpen. Maar ja. Ik doe zelfs op het moment dat jij het zegt en ik dit boek heb gelezen waar ik er veel al over na heb gedacht, ontglipt het me bijna gelijk weer. Ja. Omdat je gaat mee in een soort vernauwing. Ja, 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 inderdaad. Ja. Ja, je gaat mee in een soort vernauwing. Eigenlijk komt het erop neer dat wat er in het eerste boek beschreven staat, is eigenlijk een proces waarbij de mens steeds in een steeds meer geïsoleerde toestand raakt, zoals we daarnet al beschreven hebben, steeds minder geconnecteerd is met zijn omgeving en met anderen. En waardoor dus zijn psychische energie losgetrokken wordt van de wereld. Stel het je zo voor. En dus doordat zijn mentale ervaring niet meer uitreikt naar de wereld, verdwijnt zijn liefde voor bepaalde zaken in de wereld, wordt al zijn psychische energie teruggetrokken, losgetrokken van de wereld zelf. Waardoor die psychische energie onder de vorm van frustratie, agressie en angst los gaat rondzweven in het psychisme. Met betrekking tot angst bijvoorbeeld, heel concreet. Men is angstig, maar men weet niet waarvoor men angstig is. Of men voelt zich gefrustreerd en kwaad, maar men weet niet precies waarom men zich gefrustreerd en kwaad voelt. Dus alle psychische energie wordt losgetrokken van voorstellingen. Ze is niet meer gehecht aan voorstellingen omtrent de wereld. En dat komt door dat loskoppeling vanaf de verlichting? Ja, die loskoppeling van de psychische energie van haar voorstellingen. Dus wat eigenlijk neerkomt, als u het minder technisch stelt, op een gevoel van isolement, van geïsoleerdheid, gedisconnecteerdheid van de wereld. Dat is progressief gegroeid tijdens de verlichting. En wat er gebeurt bij een fenomeen van massavorming, maar dat is eigenlijk maar voor deel 2, dat is dat die enorme hoeveelheid psychische energie zich koppelt aan een heel klein aantal voorstellingen. Bijvoorbeeld de voorstelling van een virus. Al die vrijzwevende angst
En het psychisme wordt plots massaal gekoppeld aan één voorstelling, het virus of de antivaxxers. En dus vanaf dan is men psychisch blind voor alles wat buiten het verhaal valt. Dat wil zeggen, men zal de wereld nog wel zien. Maar wat men ziet in de wereld, bijvoorbeeld iemand die een zelfstandige die zelfmoord pleegt, of een ouderling die alleen sterft ten gevolge van de... alleen creveert in een woonzorgcentrum en niet mag bezorgd worden door zijn kinderen tijdens zijn proces van overlijden. Men zal dat soms wel zien. Maar die voorstellingen zullen geen gewicht in de schaal leggen. Ze zullen het besluitvormingsproces niet veranderen en ook het emotionele proces niet veranderen. Simpelweg omdat ze niet meer bezet zijn met psychische energie. Er hangt geen psychische energie aan de voorstelling. Alle angst, alle verdriet, alle medelijden is gekoppeld aan die voorstellingen in het dominante verhaal. En daardoor alle voorstellingen die buiten het verhaal vallen, leggen geen gewicht meer in de schaal. Zijn gewichtsloos psychisch. Vandaar, je mag mensen die meegaan in het dominante coronaverhaal zoveel als je wil confronteren met, maar zie je niet hoeveel kwalijke effecten er zijn van de maatregelen. Je bent voortdurend bezig over die coronaslachtoffers, maar er sterven in Afrika tienduizenden kinderen van de honger door de economische ontwrichting ten gevolge van de lockdowns. Je kan dat perfect rationeel voorleggen, daar zelf zo goed mogelijk bewijzen van tonen. De besluitvorming zal niet veranderen. Het zal uiteindelijk geen of weinig psychisch gewicht in de schaal leggen. En de reden is eenvoudig. Alle psychische energie is gekoppeld aan die kleine set van voorstellingen van het verhaal. De rest hoort men wel, maar men zal er niet op reageren. Het zal geen gewicht in de besluitvorming. Het zal geen impact op de besluitvorming hebben. Dus dat is eigenlijk het proces van die verbluffende psychologische blindheid. Voor alles wat niet past binnen de dominante ideologie van een totalitair systeem. Een dominante ideologie, een dominante logica, die naar gelang hij verder schrijdt, steeds harder wordt opgelegd. En ook steeds absurder wordt. Tot hij radicaal absurd wordt. De historische voorbeelden. Nou ja, we hebben het meegemaakt. We hoeven niet eens echt terug naar die historische voorbeelden. We hebben het de afgelopen twee jaar meegemaakt. Ja, we hebben het eigenlijk voor een groot stuk al meegemaakt. En nu net als je ziet wat er in Canada gebeurt. Ja, inderdaad. Ja, inderdaad. En nog altijd. Ook dat vermag een deel van de bevolking niet wakker te schudden. Een bepaald deel wel, denk ik. Er is een bepaald deel die ziet het ruimere plaatje wat beter begint te zien, heb ik de indruk, door wat er in Canada gebeurt, door Trudeau die bijvoorbeeld rekeningen blokkeert, door zeker ook een mooi voorbeeld is de op tel zijnde invoering van een Europees digitaal paspoort, dat duidelijk een gewone verlengstuk is van de QR-code die in de coronacrisis gebruikt werd. Iets wat trouwens al gepland was van voor de coronacrisis. Arno Wellens heeft dat zeer mooi uiteengezet. Sommige mensen beginnen het te zien, maar anderen totaal niet. Bij veel mensen legt ook dat geen gewicht in de schaal. Ja, maar voor de mensen die het wel zien, misschien ook bij de mensen die niet, ik weet het niet, maar daar is dus ook een grote honger om dit te begrijpen. Ja. Doe wat jij zei, jij was er al langer mee bezig, maar voor best veel mensen, inclusief mezelf, in één keer kijk je naar je eigen vrienden, of naar je eigen land, of naar de wereld. En dan denk je, ik begrijp de wereld niet meer. Mm-hmm. Nee, inderdaad, er is een honger en, om het te begrijpen. En ik weet zeker dat de correcte analyse maken, maar echt cruciaal is. Hè? Dus we moeten de correcte analyse maken, of de destructie gaat compleet zijn. Dus, en dat, volgens mij, is de essentie van de zaak. Is, we moeten begrijpen dat het zwaartepunt van een dergelijk systeem in de bevolking zit. Dus, dat is een van de typische verschillen tussen een klassieke dictatuur en een totalitair systeem. Als je in een klassieke dictatuur de dictator of een deel van het dictatoriale regime bijvoorbeeld uitschakelt, dan is het probleem uitgeschakeld. In veel gevallen wankelt de dictatuur dan zeer ernstig, zelfs definitief vaak. Maar als je in een totalitair systeem de leiders uitschakelt, gebeurt er niets. Maar toch zie je wel, dat vind ik lichtpuntjes, ik weet niet hoe jij dat ziet, maar bijvoorbeeld Engeland was toch wel een van de eerste, zeg maar, die de maatregelen terug ging dringen. Hmm. Dan komt er wel meer ruimte gelijk voor de andere kant van het verhaal. Ja. En komt er weer meer dialoog. Ja, dat klopt. En dat Tederlijk. Helpt wel in ieder geval om dat eenvormige verhaal dominant te maken. Zie jij dat als tijdelijk? Ja, ik denk dat dat tijdelijk gaat zijn. Ik denk dat de beweging naar een technocratisch totalitarisme daarmee niet gaat stoppen. En eenvoudig weg, je kan je de vraag stellen waarom de maatregelen nu worden gelost. Hm?
Als ik puur psychologisch redeneer, vermoed ik het volgende. De maatregelen konden al veel langer gelost zijn. Mm-hmm. Of op zijn minst, zelfs dat soort maatregelen is volgens mij, naar mijn bescheiden mening, altijd onverantwoord geweest. Ja, nee. Ze zijn dus altijd onverantwoord geweest en nu ook. Nu worden ze gelost. Waarom? Omdat iedereen voelt, denk ik, dat het volgende object van angst al klaar zit. Dus een totalitair systeem heeft altijd een object van angst nodig. Anders kan het niet blijven bestaan. Wordt in het boek ook heel uitgebreid uitgelegd. We hadden het virus als object van angst. Maar er komt bijvoorbeeld onder de vorm van een enorme economische crisis al een volgende object van angst aan. De maatregelen werden gelost op het moment, of milderden op het moment dat de economie definitief omzeep was. Dat het inflatiespook... De inflatie die 10 keer hoger is dan men officieel, dan de officiële cijfers laten vermoeden. Plus, taal daar nog bovenop, dat het lossen van de maatregelen voor het coronavirus geenszins betekent dat we van dit systeem van maatregelen vanaf zijn. Ik hoorde het gisteren een van de virologen-experts al zeggen. We gaan die maatregelen in de toolbox houden, zei hij, want ze zijn waarschijnlijk ook zeer effectief ten aanzien van de griep. Dus, er gaat heel veel in de toolbox. In Canada hebben ze nu ook heel veel in de toolbox. Inderdaad. Maar jouw punt is juist, kijk, je kan boos worden op de elite, op degene die maatregelen nemen, of de virologen. Maar jij zegt juist, het zit in het volk en het volk vraagt er zelf om. Het zwaartepunt zit in het volk. Dus de elite, we moeten de elite begrijpen, beschrijven, analyseren, zo helder mogelijk boven water brengen wat hun strategieën en hun dynamieken zijn, zonder twijfel. Maar het zwaartepunt zit in de massa. En dus in dat opzicht dat de elite altijd gecreëerd wordt vanuit de massa. Het is de bevolking in de greep van een bepaald soort denken dat een bepaalde elite genereert. De reden waarom het discours van een elite aanslaat, waarom een discours van een elite greep heeft op een bevolking, is omdat de bevolking daarin meegaat. Of omgekeerd, het is omdat de bevolking iets vraagt, een bepaalde psychologische behoeften heeft, dat ze een typische soort elite creëert. Dus je mag er volgens mij gerust van uitgaan, mocht je de huidige elite uitschakelen, er gewoon eenzelfde elite opnieuw zou gecreëerd worden, als men niet eerst van denken of van visie en van principes om in het leven te staan verandert. De huidige elite, gans het mechanistische denken, gans de technologische wending, gans de wending naar technocratie, is volgens mij in wezen gebaseerd op een enorm eenvoudig mechanisme. De reden waarom mensen zo gewillig meegaan, en we hebben het daarnet eigenlijk al even aangehaald. Nou, moet ik het niet genoeg herhalen. Een mechanistisch wereldbeeld, en uiteindelijk ook in een technocratisch maatschappelijk bestel, want die twee liggen perfect in elkaars verlengde, van zodra je de wereld mechanistisch bekijkt als een machine, is het alleen maar logisch dat je een technocraat, een expert, een mechanistisch expert aanstelt om die wereld te leiden. Dat is gewoon logisch. Maar de reden waarom een ganse bevolking zo gegrepen was door het succes van de wetenschappen, de reden waarom een bevolking zo gewillig meegaat in een mechanistisch, zelfs transhumanistisch denken, in een volledig vertechnologiseerde wereld, is eenvoudigweg omdat dat soort discours, dat soort denken, gemak op korte termijn geeft en men daarvoor met plezier de alle diepmenselijke voldoening in het leven op langere termijn opgeeft. Dat is denk ik het heel eenvoudige mechanisme dat ik zelf ook elke dag aan de lijve ervaar. Je mag perfect weten dat je telefoon of je computer je eigenlijk ongelukkig maakt of op een bepaalde manier tot een bepaald soort uitputting leidt in je leven. Je zal hem hoogstwaarschijnlijk blijven gebruiken omdat hij gemakkelijk is, die gsm. Of nog een beter voorbeeld. Je mag perfect weten als prof of als leraar dat online lessen uiteindelijk tot veel minder resonantie leiden, tot veel minder echt contact met leerlingen leiden, dat online lessen u ook uiteindelijk veel minder voldoening gaan geven dan reële fysieke lessen. Maar die online lessen zijn op korte termijn zeer gemakkelijk. Je hoeft je niet te verplaatsen. Je zit veilig achter je computer in je living. Je voelt je een stuk comfortabeler op een aantal punten door de afstand die er is tussen de leerlingen en de leraar. Op een bepaalde manier geeft technologie een bepaald gemak op korte termijn. Waar we heel bevattelijk voor zijn. Waar we heel sterk door verleid worden. En dat is, je kan dat bij uitbreiding zeggen over eigenlijk quasi elke... Ja, maar bijvoorbeeld ook al over een paracetamol of zo, hè, dat je hoofdpijn hebt. Ja, inderdaad. Terwijl jij in een hele slechte relatie zit. Ja. En je geeft me een pilletje, ben ik van die hoofdpijn af. Inderdaad. Maar je gaat niet, weet je, aan van, misschien moet ik aan die slechte relatie beginnen. Inderdaad.
Dat vond ik ook heel confronterend aan het eerste hoofdstuk ook. Van, what is the way out? Hè, dus ik bedoel, weet je, jij roept op, weet je, om inderdaad hier het gesprek over aan te gaan. En ook om, ja, dat we anders het verliezen hiervan. Mm. Ja. Ik denk, er is een weg uit. Hè. Ik geloof er echt in. En die weg uit, die impasse, uit die set van problemen die gecreëerd wordt door dat mechanistische denken. Het mechanistische denken heeft ook een aantal zaken goed gedaan. Hè. Maar goed, enfin, hè. Het buitensporige mechanisering en vertechnologisering van de wereld. De weg daaruit begint, denk ik, met een vorm van bewustwording, een besef, dat gemak op korte termijn een enorme tol eist op menselijk vlak, op langere termijn, en uiteindelijk tot totalitarisme leidt. Want dat is precies wat dit boek heeft proberen aan te tonen. Pas op. Hè? Al die vormen van gemak op korte termijn leiden uiteindelijk op menselijk vlak tot een verarming, een isolering, een uitputting, en uiteindelijk, aan het einde van die weg, tot totalitarisme, tot de vernietigingskampen, tot een leven onder een social credit systeem zonder enige vrijheid. Dat is het logische eindpunt. Ja, maar dus, het voelt zo ver van elkaar vandaan. Ja, dat. Ja. Dus ik vond, als ik zelf, want we zijn al bijna door de tijd, als ik zelf nog een soort mooi voorbeeld mag geven daarvan. Ik was jouw boeken aan het lezen op Sint Maarten. Samen met mijn dochter. En nou, dan denk je daar natuurlijk ook nog eens een keer, hè, je hebt de tijd goed over na. En Sint Maarten is geen, zijn geen stoplichten, er staan geen strepen op de weg. Er is heel weinig regelgeving. En nou, mijn dochter zei ik ook van, nou, laten we nu de dingen doen omdat we het willen en niet omdat het moet. En ik vind dat wel een beetje de kern, zeg maar, van het betoog van jouw eerste deel ook. Van, dat je gaat realiseren dat je heel veel dingen doet omdat het moet. Door middel van regelgeving, regeldruk. En dat je op een gegeven moment ook bijna niet meer weet dat je de dingen doet omdat je het wil. Inderdaad. Dat is het paradoxale ergens, denk ik. Hè? Dat de verlichting gestart is als een afwerping, als een afwerpen van alle dogma's, religieuze regels, vooroordelen die het leven versmachten. Dat de verlichting ergens beloofde dat de mens voor zichzelf zou leren denken. Kant zegt dat zeer expliciet. Hè. Verlichting is een evolutie in de richting van een bevolking die durft denken met haar eigen hoofd. Hij zegt letterlijk bijvoorbeeld, de evolutie in de richting van een bevolking die, als het over gezondheid gaat, zich er niet meer gemakkelijk van afmaakt door te zeggen, ik ga luisteren wat de dokter zegt en het dan doen. Nee, een bevolking die zegt van, ik ga met mijn eigen hoofd nadenken over de dingen. Dus dat was het grote project van de verlichting. Naar een vrije samenleving waarin mensen op basis van hun eigen gebruik van reden zonder versmacht te worden onder alle soorten religieuze regels, dogma's, geboden en verboden, een veel voldoeninggevender leven zou kunnen leiden. En nu, zoveel jaar later, zien we compleet het tegenovergestelde. We zien een bevolking die blind meegaat in alle soorten absurde verhalen. We hebben dat gezien onder het nazisme, het communisme, we zien dat nu eigenlijk ook. Maar zeker ook, we zien hoe op een vreemde manier er een enorme woekering van regels is in de maatschappij, zoals je zegt. Vroeger, ik zat vroeger aan de universiteit, keek ik uit op een kruispunt. En op dat kruispunt stonden twee witte lijnen. En hing er een eenvoudig rooplicht in het midden van het kruispunt. En nu is dat een woud van verkeersborden, een Picasso-mozaïek van alle soorten lijnen en gekleurde vlakken waar de voetgangers moeten lopen, waar de fietsers moeten lopen. De verkeerslichten hebben 7 standen enzovoort. Je ziet dus een explosie van regels in de publieke ruimte en ook op het niveau van de bureaucratie. Als je, om het even wat je in een groot bedrijf of in een instituut moet doen, is onderworpen aan een immense nomenclatuur van regels die het leven versmacht en het werken vaak quasi onmogelijk maakt. Maar, nog veel merkwaardiger, al die regels worden niet alleen opgelegd vanuit de overheid. Vanuit de buik van de bevolking is er ook een roep in bijvoorbeeld de woke-cultuur naar een hyperstrenge moraal. Dus dat, inderdaad, zie je hoe op een enorm merkwaardige manier gans de initiële ambitie van de verlichting, om de mens te bevrijden van zinloze regels, van absurde regels, van dogma's, en om de mens voor zichzelf te laten denken,
in het tegendeel gekanteld is, in het absolute tegendeel. We hebben te maken met een veelvoud van de regels van degene die de godsdienst oplegde. Ze zijn minstens zo absurd, of nog veel absurder. Ik geef er een heel aantal voorbeelden van in het boek. De bevolking zelf, in plaats van haar vrijheid te omarmen en ze verder te proberen te realiseren en uit te bouwen, smacht naar een hyperstrenge moraal. En spreekt elkaar daar ook op aan. En spreekt elkaar erop aan. Dat is ook nog wat bij mij nog dieper is doorgedrongen. Want op het moment dat je de lijn trekt, dan mag je ook zeggen, jij mag niet over die lijn. Ja, absoluut. Ja. Want wie ze overschrijdt, brengt het collectief in gevaar. Ja. Ja. Is niet solidair. Is niet solidair. Ja. Ja, voilà. En daar zit je bij de kiem van totalitarisme. Ja. In een gewone, vruchtbare maatschappij is dat tot op bepaalde hoogte aanwezig. Maar is er altijd een evenweg tussen individueel belang en collectief belang. Het individu beseft dat hij een stukje van zijn vrijheid moet opofferen voor het collectief. En het collectief beseft dat het in functie moet staan van het individu, van de individuele vrijheid. Dus die balans is daar. En wat we meemaken met totalitarisme is een volledig doorslaan van de balans in het voordeel van het collectieve belang, met een vernietiging van elke individuele vrijheid tot gevolg. Matthias, ontzettend bedankt. We hebben een deeltje eigenlijk nog maar behandeld van je indrukwekkende werk. We gaan er nog meer tijd aan besteden, maar dit geeft zeker stof tot nadenken. Ja, dank. Prima. Dank je wel om me uit te nodigen. En de kans te geven om erover te spreken. Ja. Kijk jij ook graag naar onze uitzendingen? Vergeet je dan niet te abonneren op ons kanaal. Bedankt voor het kijken en tot ziens.